Which is what? Every album's been produced. Every rhyme has been applied before. Now there's a Nexus 6 over the Tyrell Corporation. And every music star has fused. Ik ben echt een kluizenaar. En ik lees geen kranten, ik kijk geen tv. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat er in de wereld gebeurt. En ik kijk graag naar science fiction. Het is natuurlijk pure escapisme. Het is escapisme of naar een andere planeet of naar een andere tijd. En ik wil ook escapisme bieden met mijn muziek. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Ik heb me nooit een deel gevoeld van wat dan ook eigenlijk. En ik heb, het is eigenlijk gewoon vanaf het eerste moment dat ik Star Trek zag als klein mannetje. Ik zag daar die Spock met zijn rare oren en die rare blauw-rode kleuren en die vreemde planeet. En ik weet het niet. Het had gelijk mijn hart gestolen. Vanaf dat moment ben ik altijd vreselijk geïnteresseerd geweest in science fiction. Het moment dat ik met muziek bezig ben, verdwijnt de hele wereld. Echt dan, bijvoorbeeld als ik met mijn synthesizertje bezig ben. Dat ding, je moet helemaal vanaf het begin beginnen. Het is niet, je hebt gelijk een geluid. Je zit, je krijgt zo'n geluid als je hem aandoet. Dus dat echt met die knopjes draaien en dan kink, kong, 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 heerlijk. Daar kan ik echt uren mee bezig zijn en dan verdwijnt de wereld om me heen. Waar krijg je inspiratie vandaan? Hoe schrijf je nummers? Ja, als ik dat zou weten, zou ik daar constant zijn en zou ik constant inspiratie hebben. Maar dat kan je niet benoemen. Dat komt op een bepaalde manier. Dat komt doordat je misschien je vingers op een bepaalde manier neerzet. Of dat komt doordat ik aan het rennen ben en toevallig misschien een ander nummer aan het neurien ben. Wat ineens iets anders wordt, wat ik mijn eigen kan maken. Heel vaak tijdens het hardlopen dan krijg ik ideetjes. Het kunnen instrumentale ideetjes zijn, het kunnen ideetjes zijn voor teksten of ideetjes voor een verhaal. I might just stay at home again. Hanging out with virtual friends. Let's meet up in 3D space. Na het hardlopen dan heb je die adrenaline en dan wordt er een druk aangemaakt. Dat is echt, dat is super. En dan heb ik ook wel meer inspiratie, moet ik zeggen. Dan heb ik ook zin om die gitaar te pakken. Dan heb ik ook zin om die gitaar te pakken en om creatief te zijn. Every tune's been humped before. Every album's been produced. Every rhyme has been applied before. En every music style has fused. I just think. Het kan zijn dat ik hier maanden niet kom. Dan zit ik bij Blade Runner of bij Star Trek of bij wat dan ook. Zit ik lekker met mijn gitaartje ideetjes op te nemen, cassette recordertje. Maar als ik eenmaal daarmee klaar ben, dan ga ik hier naar binnen. En als ik dan eenmaal bezig ben, dan ga ik hier iedere dag wel als een soort routine ga ik hier naar binnen. Hoewel ik zal nooit 's nachts in mijn studio gaan zitten of zo. Maar... Waarom? Dat hoort niet in mijn routine. Mijn monkroutine, zoals ik het noem. Dat vind ik niks. Ik ben ook een control freak. Ik wil alles in de gaten houden. Ik ben alles aan het overdenken. Het is zelfs zo ernstig dat 10 over 11 dan ga ik hier op deze stoel met mijn benen op de stoel op de grond liggen. En dan zet ik mijn koptelefoon op. En dan ga ik muziek luisteren een uur. Van 11 tot 12. Altijd muziek luisteren. Iedere avond. Could it be we are all alone? A tiny blip in space. An isolated case. So much is still unknown. The more that we reveal, the more it seems unreal.
Ik weet niet wat ik zou doen als ik geen succes mee zou hebben. Het feit dat mensen op mijn muziek wachten. En het feit dat ik iedere dag honderden mails krijg van mensen. Oh, helemaal te gek, de nieuwe CD, fantastisch. En je hebt ons zoveel plezier mee gedaan. En vooral, je hebt me geïnspireerd tot zelf ook muziek maken. Daar heb ik echt nodig, ja. Die confirmatie heb ik nodig. Ja. Er staat een nummer op de CD, dat heet Social Recluse. En dat ben ik. Want ik ben een kluizenaar, ik ga nooit uit. Wat ik al zei, ik lees geen kranten, ik kijk geen tv. Maar ik ben wel heel sociaal. Ik bedoel, ik ben 4, 5 uur per dag ben ik bezig met fans te mailen en toestanden. Maar een social recluse, een sociale kluizenaar noem ik mezelf. Ik zou niet helemaal alleen kunnen zijn. Nee, ik ben een tijdje na mijn scheiding ben ik alleen geweest en dat was helemaal niks voor mij. Toen ben ik ook flink ziek geworden. Ik ben ook depressief geworden. En ik ben ook nog eens mijn geur kwijtgeraakt. En het klinkt als oppervlakkig, want je gaat er niet dood van. Maar het is echt niet leuk, hoor. Het is echt niet leuk. Als ik dus eet, ik proef gewoon helemaal niks meer. En alles bij elkaar toen ben ik echt in een diepe depressie geraakt. Any blend will do. They reproduce what's in my mind. But it feels like something new. Ik denk alleen al om nog creatief te zijn en nieuwe muziek te creëren, werd ik misselijk gewoon van, oh, dat lukt nooit meer, dat kan nooit meer. En op dat moment zat ik gewoon al te denken van, hoe ga ik er een eind aan maken? Dat kan ik me nou niet meer voorstellen. Ik bedoel, nu natuurlijk, ja, nieuwe CD is uit, loopt supergoed, iedereen vindt het helemaal te gek, ik ben helemaal on top of the world weer. Ik kan het nu niet meer voorstellen dat ik depressief was. En ik hoop dat mensen hier wat aan hebben, weet je wel. Dat je kan er gewoon bovenop komen. En inderdaad, de muziek speelt daar een hele grote rol in. Ja, zeker weten. Ik ga weer door met sensiëren, hoor.